Wie is dit? Waarom doe je dit? Bowser! Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Mario Rabbids video. In de vorige video hebben we ervoor gezorgd dat het bos hier weer mooi kleurrijk is. Dat het niet meer allemaal zo grauw is. En in deze video moeten we naar zijn huisje toe. En als je nog steeds net als ik geniet van deze serie... Doe de duimpjes even omhoog. We proberen iedere video 1000 duimpjes te halen. Dat zou super cool zijn. En abonneer als je van Nintendo houdt. Dus even kijken hoor. Hoe gaat het met Grauwerof? Nou, hij heeft nog steeds nachtmerries als kamperfoelie. Kunnen wafels dromen? Wel beschouwd ben ik een vis. Ik heb echt error. Nachtmerrie, wafel, vis. Wat zeg je allemaal, vriend? Dit is dus een poëet. En ik begrijp deze poëet voor geen meter. Oh, nou, Genie vertaalt het in ieder geval voor ons. Hij is blij dat alles weer rustig is in het bos. Maar maak zich zo. Zorgen om het dorp. Oh, moeten we naar het dorp? Versla de medimagier die de brug bewaakt. Hallo, hallo, rabbitje. Grauwerhofs huis over de brug en rechtdoor als je langs dat kwaadaardige wezen kunt komen. Ik blijf hier. Oké, okay, dan gaan we tacklen. Ik ben in ieder geval sneller. Wat moeten we doen om deze magier te verslaan? Dit is de angstige oversteek. Versla medimagiers. Medi. Dat klinkt alsof ze medisch zijn, dus alsof ze kunnen healen. Hé, hey, daar hebben we weer een nieuwe Sparky, hoor. Glitter is dit. Pas op voor de medimagiers. Ze kunnen hun bondgenoten genezen en teambarrières neerzetten om ze te beschermen. Ze hebben zelfs een schok super effect dat zich van het eerste doel het uitbreidt naar de andere helden in de buurt. Okay, dus we moeten misschien een beetje bij elkaar uit de buurt gaan staan. Jij bent wel een heel tof Sparky, Glitter. En hij gaat met ons mee als wij winnen. Ja, dit team is voor mij gewoon wel ideaal, moet ik zeggen hoor. Dus ik blijf hierbij. Ik blijf bij Rabbit Peach en bij Edge en bij Rabbit Mario. En Rabbit Mario kan tegenwoordig 2 keer tackelen. Oh, jammer. Ik haal het nu maar bij. Ik hou er maar eentje. Maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan voor deze guy. Die tackelen we, die magier. Dan gaan we al die Goomba's om mij heen verslaan met een schokslijm-effectie. Ja, dit is wel lekker, dit is lekker. Al die Goomba's kapot. En dan maken we hem ook nog even kapot met mijn wapentje. Zo, wat is het flotsie. Dat is alvast 1 magier kapot. Okay, met Rabbit Peach gaan we een beetje deze kant op, zo. Dan gaan we naar dit platformpie. Waar zijn die andere magiers trouwens? Daar linksboven is er 1. Ik denk dat ik op zich wel via deze platformen daarbij in de buurt kan gaan komen. Zo. Springen we hierop. En dan... Ja, ik denk dat ik toch maar aan deze kant ga landen. En... Oh, de magier kan ik niet raken vanaf hier. Oh, snap. Oké, okay, Edge, let's go, let's go, let's go. Jij moet er even voor zorgen dat je hem wel gaat raken. Jij moet gewoon even rechtdoor vliegen. Deze kant op zo. Ja, dat gaat hem ook niet echt worden, denk ik. Zou ik hem kapot kunnen maken echt in 1 keer? Nee, dat gaat niet lukken. Nou, we hebben weer geen goede plek met Edge. Ik kan wel deze 3 Goomba's in 1 keer kapot maken. Die 3 dan weer wel. En dan ga ik Edge en Rabbit Peach maar even beschermen. Want die staan bij zo'n magiertje in de buurt. Let's go. Nou, laat maar zien wat je kan. Hij gaat naar achteren. En dan, ja, je gaat sowieso op hem schieten. Ah, ja. Of op haar natuurlijk. Rabbit, of Edge is een vrouwtje. Ik vergeet elke keer dat ze een vrouwtje is. Oké, ze kunnen blijkbaar wel erg ver schieten. Ze komen in de buurt, maar ze raken me net niet. Ja, jij raakt... Oh, ja, jij raakt Edge nog wel. Oké, er komen nieuwe vijanden aan. Deze 3 Goombas gaan kapot. Oh, die kunnen we oppakken. En dan? Kunnen we ze weggooien? Oké, dit vind ik een raar verhaal, jongens. Komt dat dan misschien omdat ze statisch waren of zo? Nou, ik ga in ieder geval hem 2 keer tackelen, zo. Oh, huh? 1 keer telde het niet dat ik hem raakte. Ik ga ze allemaal kapot maken. Hatsenflats, deze moet ook even weg. Ja. Oké, okay, waar ga jij naartoe? Kan jij een platformpie pakken? Ja, eentje aan de linkerkant. En deze 3 kunnen we tackelen. Deze 3 kunnen we ook tackelen. Dan kunnen we hem kapot schieten. Wat ziek idee. Als we nou deze alvast even kunnen slopen. Met mijn meteorieten. Met mijn vuurmeteorieten. Let's go, Rabbit Mario. Het zou lekker zijn als dit lukt. Zet ze in de pik. Lekker. Oh my gosh. Ik zet echt iedereen in de fik. En hij is ook kapot. Lekker, die magier die is weg. Als we nou deze magier aan deze kant ook even kunnen slopen... dan had ik eerst even een teamsprong moeten maken misschien. Ga voor de bevriezingsaanval. Meer dan dat kan ik niet doen. En dan hopen dat we hem slopen. 1, 2, 3... Ja hoor, lekker. Dan hebben we deze battle gewonnen. Zo doen we dit. Hatsaflats. Focussen op degene die je kapot moet maken. Op de magiers dus in dit geval. En dan komt het helemaal goed. We moeten een geheime doorgang vinden in zijn huisie. Oh ja, en Glitter is nu bij het team. Een nieuwe Spark. Wat kan Glitter? Vijanden binnen bereik worden naar de positie van de held getrokken. Oh. Glitter mag wel in de plaats van Aqua. En we hebben hier ook nog Mistral Nami.
Die veroorzaakt 3 schokwolven met effect windvlaag. Oeh, het is een beetje hetzelfde als Toxinami en Pyrogeddon. Oeh, ik heb echt trouwens superveel spark power nu. En ik kan de sparks nu zelfs naar level 4 brengen. Let's go, Pyrogeddon. En Toxinami, die gaat ook lekker naar level 4. Dus de sparks van Rabbit Mario zijn nu allebei level 4. Maar waar is die geheime ingang? We kunnen van... Oh. We kunnen ook gewoon door de voordeur. Is het... Dit was vast niet de geheime ingang. Ja, ik zie hier een boekenkast staan. Het moet wel met die boekenkast te maken hebben. Zie je? Zo moeilijk was dit niet. Bipo gaat ons voor. Dit is wel een behoorlijk huisje wat je hebt. Mooie achtertuin, vriend. Let's go! Even in de achtertuin van onze grote vriendelijke vriend kijken. Misschien kunnen we op deze manier dan het dorp binnenkomen. Binnenstrampelen. Waarschijnlijk kunnen we hier een bruggetje maken. Nee? Oh, we kunnen hier gewoon naar beneden. Dus even kijken, we hebben hier een knop en daarmee gaat dat bosje weg. Ja, we kunnen ook gewoon hier doorlopen. Ah, kijk, ja, dan moeten we deze helemaal meenemen naar die knop. 1, 2, 3, hotseflats. Ligt hier achter nog wat? Ja, ik dacht al, hè. Ik dacht al dat hier een geheimpje was. Let's go! Nu kunnen we hier door, hier langs. Oh ja, het einde in zicht. We hebben een nieuwe battle. Het einde in zicht. Nou, we hebben de game nog lang niet uitgespeeld hoor. Laat trouwens even weten in de comments als je het leuk vindt dat ik deze game misschien wel helemaal ga uitspelen op YouTube. Zouden jullie dat willen zien, jongens? We moeten de mergelaars verslaan. Nou, eens even kijken wie dat zijn. Dat zijn deze grappies. En wat kunnen zij dan? Oh, deze komen dichtbij en als die je dan slaat, dan krijgt hij zijn HP terug. Maar hij kan niet tegen schokken. En die anderen kunnen niet tegen water. Dus eigenlijk heb ik nu een schokluma nodig. Electron hebben we dan nodig. Ja, en dan kan ik glitter misschien toch beter niet gebruiken nu. Want ze moeten juist niet te dichtbij komen. En Aquazar heb ik eigenlijk ook nodig deze battle. Dus die nemen we ook mee. Volgens mij zijn er echt vet veel sparks. Oké, we gaan eerst deze kant op. Let's go! En dan ga ik precies zo landen dat ik hopelijk kan tackelen en op die springplank kan. Dat is 1. Dat is 2. Ze zijn trouwens wel echt sterk zo te zien. Ja, ze zijn heel sterk, verdorie. Oh, Edge die kan helemaal niet die kant op. En gelukkig kan Rabbit Peach nog lopen. Dus Rabbit Peach kan Edge eventjes komen halen. Dan gaan we vanaf hier zweven. Zo, helemaal deze kant op. Ja, dit is top. Gaan we deze ook even 2 keer tackelen. Oh, die overleefde het allemaal toch maar net, hè. Dan ga ik met Edge weer terug. Gaan we hier naartoe. Gaan we proberen om deze te verslaan. En daar had ik natuurlijk even mijn watereffect voor moeten gebruiken, Rick. En dan verslaan we in ieder geval even die daar die bij Rabbit Mario staat. Dat is 1. Maar we moeten er 5 verslaan. Ga ik even een schildje aanzetten met Rabbit Peach. Dan krijgen de tegenstanders de beurt. Deze wordt geraakt door Edge, omdat hij wegrent. Hopelijk mis je mij. Ach, ik ga weer met... Ach, ik ga weer rennen. Ik ren ook echt precies naar... Ik ga naast die freaking magier staan. Ja, die gaan mij natuurlijk heel hard raken nu. Ja, lekker dit. Die anderen staan allemaal nog een beetje achterin te wachten. En er komen weer vijanden bij. Ja hoor, natuurlijk. Let's go, Rabbit Mario. Jij mag hier naartoe. Dubbele tackle. Hotse flots. Schiet hem voor zijn pampus. Lekker. Oh nee. Oh, hij pakt mij gewoon terug. Oh, wat een nare vent. Dus we kunnen helemaal die niet verslaan met Rabbit Mario. Dus Rabbit Mario is niet de goede keuze voor deze battles. Tackletje. Edge kan de laatste tackle straks even uitvoeren, denk ik. Dan is die ook verslagen. Dan gaan wij wel dichterbij proberen te komen. Ja, toch Edge. Jij kan tackelen, toch? Hartstikke idee. Is die kapot? Nog steeds niet? Jemig, wat duurt het lang. En dan ga ik met Edge proberen om daar op dit platformpje te springen. Lukt dat? Dat lukt. Ja, nice. Ga ik de schokaanval aanzetten, want daar kunnen die gekke magiërs niet tegen. Let's go. Hoppakee. Super hard. Heel nice. We gaan proberen om die met Rabbit Peach te slopen. Met de bevriezingsaanval. Maar hij overleeft het nog maar net. Nee, hij mist mij wel. Dat is lekker. En deze dan. Die raakt me wel. Oh. En die daarachter. Jij gaat ze mij zeker ook raken vanaf daar. Nee, jij mist mij. Chill. Nieuwe vijanden komen erbij. Ja, die gaan ook hard schieten. Maar daar moeten we ons niet op focussen. Ik ga even een beurtje healen met Rabbit Peach. Zo, dan is iedereen weer een beetje vol. Waar zal ik nu naartoe gaan, hè? Daar links wordt het veel te druk straks. Dus ik denk dat we die uit moeten schakelen. Die daar beneden. En daarna moeten we naar rechts. Oké, ik ga eerst gewoon naar beneden met Edge. Dan kunnen we deze tackelen. Dan is die weg. Dan kan ik met Rabbit Mario hier naar deze springplank. Zo. Gaan we naar de overkant. Kunnen we 2 keer tackelen. Dat is 1. Dat is 2. Let's go, Peach. Die gaat hier naartoe. En die gaat gewoon keihard bouncen hier op dit platformpie. En dan op deze nog. Dan kunnen we hier achter namelijk gaan schuilen. Zo, dan landen we hier. Kunnen we helaas net niet tackelen. Ja, maakt niet uit.
1, 2, 3. Kunnen we nu al slopen met Rabbit Mario? Blijkbaar niet. Ga gewoon even veilige afstand pakken, jongens. Even naar deze kant. Tackeltje 1. Oh nee, we hadden natuurlijk al een keer getackled. Hopelijk gaan we hem kapot maken met Rabbit Mario. Ja, nee. Nog niet. Nou, dan maar met Edge. Hij had echt nog 7 HP over. Zag je dit staan? Tegenstanders de beurt. Volgens mij moeten we er nog 1 of 2. Nou, we zijn wel veilig aan de overkant nu. Dus dit is wel chill. Ik denk dat Peach nog wel een lange afstand aanval kan doen. Dus we gaan met Rabbit Mario en met... Ik wou zeggen, en met Edge gaan we die kant op. Ga ik met Rabbit Mario even een beetje schuilen eerst, denk ik. Met Edge ga ik gewoon in één keer daar naartoe. En ik ga nu even deze spetteraar proberen te pakken. Die wordt lekker weggeschoten. Is die ook kapot? Oh, waarom hebben ze zo... Houden ze steeds een paar HP over? Dat is zo stom. No, ik kan niemand raken met Rabbit Peach. Maar ik kan wel eventjes hier naartoe. Die kan gelukkig lekker zelf weg. En dan hierop. En elke keer hield ze, hè. Dat is echt super relaxed. Ik ga denk ik lekker hierboven staan, zo. Dan kan ik van een afstandje zo op dat wezentje schieten. Lekker. Oké, mergelaartje. En chappies, wat gaan jullie doen? Ja, jij gaat missen. En jij? Jij gaat ook missen. En mergelaartje, jij gaat ook missen. Kijk, dit zie ik graag. Alleen maar missen. Oké, let's go, slime effectie. 1, 2, 3. Heerlijk. Eentje is kapot. Electro-effectie voor Edge. Ja, dit moet wel lukken. We gaan ons nu gewoon focussen op die gekke magier. Dit moet wel klaar zijn, toch? Met die magier zo. Hotseplots. Schok-effect. Die gaat ook naar die andere man. Dit is wel handig. Zijn we klaar? We zijn klaar. En zo kun je dus heel goed gebruik maken van de sparks die je nodig hebt. Die battles gaan tot nu toe eigenlijk best soepel allemaal. We hebben eigenlijk nog geen één keer verloren. We hebben wel moeilijke battles gehad, maar we hebben dus nog niet verloren. Even kijken, wat gebeurt hier? We hebben hier denk ik 2 blokjes voor nodig. Moeten we even hier een rondje draaien? Oh, dan komen we alleen muntjes uit. Oké. Oh, kijk hier. Ligt er dan toevallig nog één? Nee, er ligt er één boven. Dus we moeten deze op het rondje zetten. Niet zo heel moeilijk deze puzzel. Kijk, dan is dat eerste bosje weg. En je zag net al dat er boven een ander bosje of een ander doosje is. Kijk, hier. Wat een idee. Die kunnen we zo naar beneden gooien. En dan staat die ook gelijk op de juiste plek. En dan kunnen we weer door. De puzzeltjes zijn tot nu toe wel erg makkelijk hoor in de game. Dus even kijken waar dit naar leidt. Komen we nu in het dorp terecht? Hebben we nu de geheime gang gevonden naar het dorp? Ja, we zijn in het dorpie. Hallo allemaal. Even het vlaggetje aanzetten hoor. Dan kunnen we altijd hier naartoe warpen. Ben jij een beetje in paniek? Ben jij paniek, Rabbit? Paniek, Rabbit, zeg red ons alsjeblieft. Dit tentakel zet al onze toekomstige appelpersingen in Pelletdorp op het spel. Deze tentakel, hè? Hier midden in het dorp. Oh my gosh, wat gebeurt er? Wat? Dit is niet goed. De tentakel sloopt alle huisjes. No! No! Laat het dorp met rust! Wat gebeurt er? Wie is dit? Waarom doe je dit? Bowser? What? Bowser is er gewoon. En wie is er? Wie staat er tegenover hem? Mevrouw Blokhoofd. Kijk dit gevecht. Dit is super cool. Holy moly. Let's go, Bowser. Heb je hulp nodig van Mario? Ben je boos op Mario? Wat is het plan? Ik snap niet wat er gebeurt. Is Bowser onze maat? Edge die denkt... Oh, dit ziet er grappig uit. Edge kent deze persoon ook. Lekker, Bowser. Kopstoot. Op zijn bakkes. Oh. Wat? Bowser wordt gesloopt. No. No. Daar gaat hij. Hij wordt in de tentakel gegooid. En de mysterieuze blokhoofdchick gaat erachteraan. Wat is hier zojuist gebeurd? Edge vraagt, is die grote vriend van jullie? Ja, nou ja, vriend, we kennen hem wel, Bowser. Maar vriend zou ik niet zeggen. En Rabbit Mario die zegt, we kunnen jou hetzelfde vragen over die vrouw met dat stenen gezicht die op een vreemde manier toch aantrekkelijk is. Spark. Een sparkjager en ze heet Bedrock en ze is geen vriendin van me, zegt Edge. Beepo die zegt dat Bowser, ja, die is natuurlijk geen vriend van ons. Hij houdt heel erg van om Prinses Peach te ontvoeren. Maar we kunnen hem toch niet aan de duisternis overlaten. Laten. Oftewel, moeten we Bowser nu gaan helpen? In de volgende video gaan we zien wat er met Bowser aan de hand is. Of we hem gaan redden. En nog veel meer antwoorden op jouw vragen. Doe een duimpje omhoog voor Bowser. Vergeet niet te abonneren als je meer Nintendo video's wil zien. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!